Sinds 2015 is de Subaru Legacy niet meer leverbaar in Europa. En omdat stationwagens het eigenlijk alleen hier goed doen, werd toen besloten om de Touring Wagon versie van de Legacy maar helemaal te schrappen. Over en sluiten dus, behalve dat er natuurlijk nog wel gewoon een Subaru Outback is. En sinds de normale stationwagenversie is verdwenen, staat die auto op zichzelf. En hij is ook gewoon nog wereldwijd leverbaar, dus ook in Europa. We krijgen hem nu zelfs in een geheel nieuwe generatie voorgeschoteld. Dit is de 6e editie van de Outback op basis van de 7e Legacy. We hebben er wel even op moeten wachten, want elders op de wereld staat deze auto al 2 jaar in de showroom. Maar goed, dan heb je ook wel een Outback die van boven tot onder helemaal nieuw is. Qua design is het allemaal niet zo heel erg schokkend. Design was sowieso altijd al een beetje ondergeschikt bij deze auto. En toch oogt hij in het echt wel een heel stuk imposanter dan zijn voorganger. En dat komt om te beginnen door de maatvoering, want hij is echt een heel stuk langer en hoger. Uit mijn hoofd 5 centimeter langer, 7 centimeter hoger. En dat zie je eigenlijk meteen. Het is echt een lel van een auto, ook als hij bijvoorbeeld naast een SUV geparkeerd staat. En daar komt bij dat hij ook nog wat ruiger is aangekleed dan zijn voorganger. Zo krijgen alle versies nu deze spatbordverbreders mee. En dat was op de vorige Outback een optiepakketje. En dan is dit ook nog eens een keertje de Field versie. Dat is een variant die Subaru heeft ontwikkeld om een nieuw publiek aan te trekken. En ook een wat jonger publiek aan te trekken. En dat doet men met... ja, hoe kan het ook anders? Zwarte accenten vooral. Daar ben ik zelf niet per se fan van, maar ik moet zeggen dat het bij deze auto wel goed staat. We hebben onder meer zwarte wielen, ook een zwarte grill en bijvoorbeeld ook deze extra stoere dakrails met zelfs Shure-ogen eraan. Die Field-versie onderscheidt zich ook van binnen van de andere varianten van de Outback. En dat zit hem dan vooral in de bekleding. Dit is extra stoere en ook makkelijk schoon te maken bekleding. En dat zie je dan ook meteen op het dashboard terug. Dus het maakt ook wel veel uit voor de sfeer aan boord. Je ziet het hier, die grote grijze plak. Dat is eigenlijk de stoelbekleding. En dus als je een versie neemt met leer, dan zit daar ook leer. Het dashboard zelf is natuurlijk helemaal nieuw. Eigenlijk is alleen het stuur, voor zover ik kan beoordelen, overgenomen uit de oude Outback. En het oogt een stuk strakker dan voorheen. Het is ook wat meer opgeruimd dan voorheen. Vooral omdat er een stuk minder knoppen zijn dan in de oude Outback. Die had bijvoorbeeld hier bij je linkerknie een heel cluster met allemaal knoppen waar ze blijkbaar ergens anders geen plek voor konden vinden. Dat oogt gewoon niet zo netjes en die zijn nu allemaal verdwenen. Het is alleen wel zo, die zijn verdwenen omdat ze grotendeels allemaal in dat nieuwe centrale scherm zijn terechtgekomen. En dat scherm is standaard in Nederland. Het is 11,6 inch en het staat dus rechtop. Dus dat oogt wel lekker modern en daardoor oogt het trouwens ook groter dan die 11,6 inch wat mij betreft. Dus dat is mooi, daarmee gaat Subaru mee in zijn tijd. Alleen is het wel zo dat het gewoon net niet helemaal lekker is uitgevoerd. Om te beginnen moet je voor te veel verschillende functies in dat scherm zijn wat mij betreft. Bijvoorbeeld voor de stoelverwarming. En dan is het ook nog eens een keer zo dat als je daar dan op duwt dat er dan een apart menuutje opkomt. En dan moet je je stoelverwarming aanzetten en dat moet je dan weer sluiten. Dus dat zijn gewoon meer handelingen dan je voorheen nodig had met een knop. En sowieso werkt het systeem niet zo heel erg logisch. De menustructuren zijn niet zo helder. Je hebt 3 of 4 verschillende instellingen menus. Er is niet overal hetzelfde lettertype en hetzelfde letterformaat toegepast. En ook het kleurengebruik, het oogt gewoon een beetje goedkoop. Mijn broertje vergeleek het met een tablet die je op Alibaba bestelt. Dat is wel heel onaardig, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Ik moet wel zeggen, ter verdediging van Subaru, er zijn nog wel knoppen om gewoon de binnentemperatuur meteen te regelen. En dat is wel heel erg lekker en dat past ook wel in het plaatje van de Outback-rijder die natuurlijk ook gewoon met handschoenen aan zijn auto wil kunnen bedienen. Dat het scherm zo omslachtig werkt is extra irritant omdat je daar ook het EyeSight systeem mee bedient. Dus eigenlijk alle veiligheidsfuncties en rijhulpjes. En bijvoorbeeld de Lane Assist, dus het systeem dat ervoor zorgt dat de auto terugstuurt als je over de streep gaat, staat standaard aan. En dat werkt in Nederland in mijn ogen eigenlijk niet. Want je hebt hier heel veel wegen waar de streep niet langs de rand van de weg zit, maar iets meer naar het midden om ruimte te geven voor fietsers. En dus drukt de auto je dan naar het midden van de weg en dan is het juist onveilig. Ik wil dat dus bijna elke rit uit. En om dat voor elkaar te krijgen moet je in dit systeem maar liefst 5 stappen doen. Dus dat geeft wel aan hoe omslachtig het werkt. En dat gaat echt wel irriteren als je het elke dag voor elke rit opnieuw wilt doen. Ik moet wel zeggen, dat hele pakket veiligheidssystemen dat Subaru dan EyeSight noemt, dat is wel standaard. Het is ook verbeterd. Het is heel uitgebreid. Je hebt bijvoorbeeld adaptieve cruise control. Hij kan zichzelf netjes binnen de lijntjes houden op de snelweg. Hij waarschuwt ook voor dreigende gevaren, auto's in de dode hoek. Dus dat is wel heel compleet. En het is natuurlijk wel op dat Lane Assist na dan gewoon heel veilig. Deze auto is de eerste Outback op Subaru's Global Platform. Subaru Global Platform, SGP dus, makkelijk onthouden. En daarmee staan nu alle Subaru's die je in Nederland kunt kopen op dat platform. En daarbij heeft men
voor het onderstel wel gekozen voor een wat andere afstemming dan voorheen. Hij is vooral wat steviger dan de oude Outback, die ik dus vrij recent nog gereden heb. Dus ik kan het vrij goed vergelijken, denk ik. En dat heeft voor- en nadelen. Subaru belooft meer rijplezier en meer stabiliteit, geloof ik. Nou ja, dat zit er natuurlijk ook wel in. Het geeft een wat zekerder gevoel als het een keer wat harder gaat in een bocht. Maar tegelijkertijd merk je ook wel echt duidelijk de nadelen van die stevige demping. Vooral als het wat langzamer gaat. Bijvoorbeeld in een stadscentrum met hobbelige klinkerweggetjes. Ja, dan zou ik het dekseltje toch maar even op mijn koffie laten. Want dan zit er echt wel heel erg veel beweging in de koets. Als het wat harder gaat, dan merk je trouwens wel duidelijk de voordelen van zo'n auto die toch wel hoog op de poot staat. Lange veerwegen en dan worden oneffenheden wel weer heel netjes glad gestreken. En ondanks dat stevige onderstel is het natuurlijk totaal geen sportieve auto. Zo is een Outback ook nooit bedoeld. Hij geeft inderdaad wel dat gevoel van zekerheid. En het moet vooral een auto zijn die je ja, heel breed kunt inzetten. Dat roepen wel meer fabrikanten, vooral bij SUV's. Maar bij een Outback is dat denk ik veel meer dan bij de gemiddelde SUV het geval. Hij heeft altijd vierwielaandrijving. Hij staat echt serieus hoog op de poten. Hij heeft ook hoge banden. Dus ook de wielen kunnen tegen een stootje. Dat is ook handig als je bijvoorbeeld een keer een stoeprand tegenkomt. Ik noem maar wat. En daardoor heb je dat gevoel van zekerheid ook wel. Het is echt een auto waarmee je het gevoel krijgt dat je de hele wereld aan kan. Ook als de weersomstandigheden niet optimaal zijn. Of als de wegen slecht zijn. En ja, dat is wel een lekker gevoel. Zelfs als je dat eigenlijk bijna nooit echt allemaal benut. Op motorisch vlak veranderde er niet zo heel erg veel, in ieder geval in theorie. Subaru zegt wel dat de motor voor een heel groot gedeelte nieuw is of stevig vernieuwd is. Maar het is nog steeds gewoon een 2,5 liter 4-cilinder boksermotor. Nou ja, gewoon voor Subaru, want in het autolandschap is zo'n motor natuurlijk wel bijzonder. Omdat het een bokser is en ook vanwege die cilinderinhoud. En hij heeft geen turbo en ook geen elektrohulp, dus geen mild hybrid in wat voor vorm dan ook. Gewoon een auto op benzine en hij is ook altijd gekoppeld, net als voorheen, aan een CVT-automaat. En toch, ondanks die grote overeenkomsten, rijdt hij wel duidelijk anders dan zijn voorganger als je kijkt naar die aandrijflijn. En dat komt onder meer doordat het koppel iets gestegen is. Qua vermogen is hij juist iets minder krachtig, 169 in plaats van 175 pk. Maar door dat gestegen koppel presteert hij gevoelsmatig wat makkelijker. Hij lijkt wat minder toeren nodig te hebben. En de motor blijft sowieso wat meer op de achtergrond, omdat de isolatie ook beter voor elkaar is. En daardoor komt het allemaal wat rustiger en ook wat verfijnder over. Dus dat is wel een serieuze verbetering. Heel veel auto's bieden natuurlijk de mogelijkheid om de achterklep te openen door onder de bumper te schoppen. Maar bij Subaru hebben ze daar wat anders op bedacht. Zo. Dat is een beweging die we dankzij corona ook allemaal heel erg veel geoefend hebben. En dan gaat die klep open. En wat je dan aantreft is een bagageruim dat eigenlijk niet groter is dan dat van de vorige Outback. En dat geldt eigenlijk ook voor de zitruimte op de achterbank. Maar het goede nieuws is dat de Outback al heel erg ruim was. En dat geldt ook weer voor de bagageruimte. Met maximaal dik 1800 liter als de bank plat gaat, haalt hij het niet bij een auto als de Skoda Superb Combi. Maar is die bijvoorbeeld wel riant ruimer dan een Volvo V90, om maar eens wat te noemen. En dat is maar goed ook, want Subaru zegt dat de auto, volgens de filosofie van het merk, nooit de beperking mag zijn voor wat jij vandaag wilt gaan doen. Ja, en in dat opzicht is de Outback eigenlijk nog steeds wel heel erg geslaagd, want het is een ontzettend breed inzetbare auto, waarmee je eigenlijk overal terecht kunt. En daarmee neemt die auto, ja, wat mij betreft, nog steeds een heel bijzonder plekje in op de prijslijst en gelukkig ook in Nederland.